Zagen we deze week weer trouwens een minister die ook soort van zei... Dit ga ik niet doen. Er was een debat over de transgenderwet. Mm-hmm. Nieuw sociaal contract wil die niet meer behandelen. Die zegt gewoon, ja, wij zijn tegen die wet, trek hem gewoon maar in. Terwijl we zijn eigenlijk pas halverwege de behandeling. Het gaat om de verruiming van die wet, dus dat je makkelijker je geslacht in je paspoort kan aanpassen. En Frank Weerwind, de minister die erover gaat, die was echt boos. Die zei, ik vind het niet een juiste manier om een wet te behandelen. Geef mij de kans om in ieder geval te vertellen waarom ik het wel een goede wet vind. En als je het dan alsnog niet wil, stem het dan weg. Maar die motie gaat er komen van nieuw sociaal contract. Best wel grote kans dat hij dat gaat halen. En dat, dan gaan we zien wat Frank Weerwind doet. Maar die zei ook, ik wil dit niet uitvoeren. Ik ga in de ministerraad ga ik ook zeggen dat ik hier tegen ben. Want dit gaat gewoon heel erg in tegen mij als persoon en mijn principes. Dus ja, er zit wel wat spanning tussen het kabinet en de Tweede Kamer op dit moment. En dat komt natuurlijk omdat die formatie gewoon zo verschrikkelijk lang duurt. Ja, en het gaat ook wel, dit voorbeeld, ook over hoe je als parlement functioneert eigenlijk, vind ik. En... op het moment dat je een wet aan het behandelen bent... om dan gewoon halverwege die behandeling te zeggen... oké, hoppakee, motie, dinsdag stemmen we en dan is die wet weg. Mm. Ja, het is bijna een soort parlementaire obstructie. Het is zo tegen hoe we gewoon netjes wetten en regels behandelen. En we zien dat eigenlijk steeds vaker, ook natuurlijk met de spreidingswet. Je gebruikt het woord netjes, maar dat is een beetje aan het verdwijnen natuurlijk de afgelopen jaren. Nou ja, daarom zei ik ook net van het zijn roerige politieke tijden. Ik vind echt dat het in de Kamer, dat we ook de zorgvuldigheid van hoe we met elkaar, zeg maar, de besluitvorming doen. Ja, dat wel echt hard onder druk staat. Ja. Nou, maar er zijn natuurlijk ook heel veel nieuwe Kamerleden die misschien ook nog niet goed weten hoe dat proces werkt. Hè? De PVV heeft allemaal nieuwe mensen, nieuw sociaal contract. Misschien is ook gewoon een gebrek aan ervaring over hoe je dat goed doet. Of kwaliteit en niveau. Ja, nou ja, ik kan me wel voorstellen dat als je van 17 naar 37 gaat, dat niet iedereen op die lijst even gekwalificeerd is. Hè? Dus hoe hoger op die lijst, dan heb je toch misschien maar als lijstvulling erop gezet. Ja, en dan maakt je uitslag iets positiever uit. Ja, iedereen krijgt een netjes inwerkprogramma. En het feit dat je niet per motie even een wetsbehandeling stopzet, of dat je een initiatiefwet van een collega opeens zegt, nou, die moet maar van tafel. Of dat je, zoals bij de spreidingswet, dat je in de Tweede Kamer de agenda voor de Eerste Kamer gaat bepalen. Dat zijn allemaal wel een beetje de basis. Ja. Afspraken van hoe je met elkaar besluiten probeert te nemen. Maar goed, ik ben heel benieuwd hoe jij er naar kijkt. Of je daar ook ziet dat het wel hard aan het verschuiven is. Nou, Suzanne. Ja. Even de ankeiler. Kijk, hij wordt heel informeler. Hè? Dan wordt het altijd beter door. Dus voor de effectiviteit. Zeker. Nou, ik ben het daarmee eens. En wat ik wel zie, de bruutheid waarmee dus inderdaad een wet die nog moet komen even bij motie van tafel wordt geveegd. En wat betreft... Er komen nieuwe Kamerleden, hè, Mat zegt dat is waar. Maar vergeet niet dat voor die verkiezingen gaat men niet naar de kiezer met pas op, stemmen op ons. Maar even, laat ons de eerste jaren even met rust. Voor de verkiezingen zeggen we gaan de hele wereld veranderen. Er komt beter bestuur. De Kamer moet eens een keer zijn werk goed doen. En dan achteraf, ja, maar we zijn nieuw. En het moet allemaal anders, het moet snel anders. En ik zou wel hopen dat de partijen die nieuw zijn en zeggen het gaat anders en beter, niet alleen het anders doen, maar ook echt het beter. En daar hoort bij dat politiek echt uiteindelijk toch een ambt is waar je echt een tijd nodig hebt om het te leren. En dan kan je ook echt dingen veranderen. Maar niet alleen maar door bij motie iets te roepen, maar door na heel veel werk. Nou, het Suzanne voorbeeld van het vliegveld. Ik mag ermee eens zijn of niet. Maar je hebt wel aan het eind je doel bereikt. En dat kost heel veel tijd. En dat is politiek. En niet een beetje roepen. En dat vind ik toch jammer. Ja, maar het is natuurlijk wel, ze willen natuurlijk wel laten zien dat waar ze voor gekomen zijn, dat ze dat gaan bereiken. Alleen wordt nu heel veel verwezen naar de formatietafel. Hè, het nieuw sociaal contract, PVV. Die willen al die dingen die ze anders willen doen en anders dan de vorige kabinet aan de formatietafel binnenhalen. Daardoor staat het in debatten nu wel heel erg stil allemaal. Nee, dat ben ik met je eens. Hè. Dus heel begrijpelijk dat een formatiefase, ik heb dat ook gedaan, is een tijd van stilstand. Maar het gekke is wel dat er twee borden zijn waar tegelijkertijd op wordt geschaakt. Door dezelfde partijen. Dus ik mag aannemen maar dat zo'n transgenderwet ook op die tafel ligt bij een regeerakkoord. En dat je daar tijd voor nodig hebt. Maar om dus tegelijkertijd, los van de vraag of je het mee eens bent, hè, want dat kan best wel ergens een terechte stelling zijn die men heeft, maar niet bereid bent om weer eerst even de minister te horen, oké, de wet komt eraan, wat komt erin te staan? Kunnen we iets heel van vroeger, kunnen we hem amenderen? Kunnen we er een wijziging aanbrengen? Nou, dat zou ik willen, dat we iets meer weer begrijpen dat politiek ook tijd nodig heeft. En dat hele grote halen snel thuis uiteindelijk
niet de politiek verder helpt. En als we dat weer hebben, dan maakt het... He, als burgemeester sta ik, mag ook zeggen, boven de partijen. Ja, burgemeester. Maakt het niet eens zoveel uit. Nee, burgemeester. Maar het moet wel zorgvuldig zijn. Dat klopt, burgemeester. Ja. Nee, dat is absoluut waar. Mooi omschreven dit allemaal. Ik neem aan dat je ontzettend blij was met de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Zwitserland. Toch met die oude dames, met name dames waren het volgens mij. Hè? Het waren degene die gewonnen hebben, waren de oude dames. Ja. Er waren nog twee andere rechtszaken die zijn even terugverwezen naar zeg maar de nationale rechtbank. Ja. Ja, dat is een hele bijzondere uitspraak. Omdat het eigenlijk voor het eerst heel helder de rechter... Nou, een hele heel kort door de bocht, ze vinden het veel te warm worden. Dus nou, ze zeggen eigenlijk... Ja, nee, daar komt het eigenlijk op neer. Ik vind het wel lekker. Heel kort door de bocht zeggen ze eigenlijk... Hè, klimaatverandering veroorzaakt effecten die gewoon direct bedreigend zijn. Ja. Nou, onder andere dat het heel warm wordt, dat je steeds meer hitte doden ziet. Ja. En eigenlijk heeft de rechter gezegd, klimaatfalen... dus een overheid die niet genoeg doet aan klimaatbeleid... klimaatfalen is een mensenrechten schendnis. Ja. En dat is een hele stevige uitspraak. Nou, dat is nogal wat. Ja. Ik bedoel, en dat zal een weerslag gaan vinden in Europa, denk ik. Denk je ook niet? Nou, het zet vooral eigenlijk een soort precedent... dat op het moment dat een andere overheid niet genoeg doet... dat weer mensen naar de rechter kunnen stappen. En ook kunnen zeggen van, nou, hier faalt de overheid echt. Dit is klimaatfalen. En het geeft natuurlijk ook extra aan de urgentie... dat klimaatbeleid is niet meer een wat zal ik zeggen... Het heeft de zwaarte gewoon van dat het tegen de mensenrechten ingaat... als je het niet aanpakt. En dat geeft natuurlijk bijna weer een soort andere... status of een andere categorie. Weet je dat het besef in Europa, of met name in Nederland, voldoende is? We hebben natuurlijk de laatste verkiezingen mee kunnen maken. Want je had echt grote plannen, volgens mij. Je was echt heel veel dingen van plan. Ook samen met Joris Thijssen, volgens mij. Jullie zouden het hier allemaal aan gaan pakken in Nederland. Blijkbaar leeft dat dan toch niet voldoende, hè? Dat mensen dat zo belangrijk vinden. Nou, je ziet eigenlijk twee dingen. Ik denk dat aan de ene kant zie je dat 80... Hè, blijkt uit allerlei onderzoek dat 80% van de mensen in Nederland... maken zich echt zorgen over klimaatverandering. Hmm. Het is iets waar mensen van zien en horen en lezen... en dat het gaande is en dat het niet ver weg is. Ja. Dat het echt... Uitzonderingen daarvan laten, maar ja. Ja, 80%, dus 20% nee, maar, echt niet. Ja. Maar ja, ik denk wel wat er eigenlijk heel erg mis is gegaan... is dat heel veel klimaatbeleid wat gevoerd is... ook toch niet genoeg sociaal is aangepakt. Dus dat eigenlijk de effecten voor mensen om het mee te maken... om ook echt zelf die stappen te zetten, niet genoeg gedaan zijn. En dat er daardoor ook wel veel weerstand zit op klimaatbeleid... En dat zie je eigenlijk nu dat de discussie in Den Haag ook steeds meer gaat over... oké, klimaat, maar dan moeten we het wel eerlijk doen. Hmm. Alleen dan krijg je het draagvlak dat mensen het ook echt zien zitten. Ik denk toch dat Frans Timmermans deze kant was gekomen als onderkoning van Europa. Want we gaan het even voor elkaar krijgen. En dat is niet helemaal gelukt natuurlijk. Maar we hebben natuurlijk ook nog de VVD... die wel de laatste jaren zich wel veel meer pro-klimaat zijn gaan profileren. We hadden vorig jaar een debat toen Sophie Hermans nog fractievoorzitter was van de VVD. En zijn ze, er zijn twee punten waarop ik snel actie wil zien van het kabinet. Migratie en klimaat. Waarmee ze het wel echt een speerpunt voor de VVD heeft gemaakt. Bovendien, in de afspraken die ze nu al hebben... is afgesproken om je aan internationale afspraken te houden. Nou, daar valt klimaat onder, want er zijn gewoon internationale klimaatakkoorden. Dus dan zou je zeggen dat ze daar best wel... Nou, ze gaan ze gewoon aan de Europese afspraken houden. Misschien gaan ze niet versnellen, wat jullie misschien zouden willen. Maar ze gaan ze wel gewoon netjes aan de afspraken houden... als het aan de VVD ligt. Ja, ik ben heel benieuwd. Want ondertussen onderhandelen ze met een partij... die al het beleid door de schredder wil doen. Mm-hmm. Hebben we van de week, heeft BBB, Henk Vermeer... naar aanleiding van deze uitspraak van de rechter gezegd... van nou, dan moeten we maar uit verdragen stappen... want dit is een no-go. Dus ik ben heel erg benieuwd.